Nou, de boek. De wethouder die zegt wat, maar niemand hoort het. De wethouder houdt een toespraak. En dan kijk je een paar jaar later, ik ben het niet opnieuw, is het toch onwijs anders en onwijs mooi, vind ik. Maar ik denk dat de wethouder er ook iets over wil zeggen, dus ik geef me nu het woord. Ik hoop jullie wel. En wat we allemaal zeggen, moet je een feestje vieren, geloof ik, of niet? Is het niet gezellig? Ja! Hebben jullie die prachtige vliegers al gezien daarachter? Fantastisch, hè? Nou, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, omdat we ook zoveel feestjes houden, dan vieren we ook gewoon met de tweede. Je hebt een lange gat ervoor staan, maar hij is ook voor de niet helemaal af, maar wel het eerste stuk. En dat is wel een prachtig stuk geworden. En veel belangrijk voor wat er straks allemaal hier gaat gebeuren. Ja, maar die hele longen, die gaat er lekker voor staan. Een hele prachtige plek. Ja, we raken bijna op de tenen. En een winkelcentrum. Daar zeg ik nog meer van meneer die foto's willen maken. Niet alleen maar aan de winkelcentrum. Dat is een hele belangrijke. Belangrijke man. Ja, dat denk ik niet meer hoor. En dan kun je een hele nieuwe wedstrijd heen en weer lopen. En natuurlijk ook naar beneden de wijk in. Of naar de winkels. Of niet weer van de vriendjes lekkers op het terras van het Wokrestaurant. Ik ben er ontzettend blij van. En ik begreep dat er veel van jullie hebben meegewerkt aan het ontwerp van het park. Wie van jullie is dat? Wie heeft er allemaal mee gedacht? Kijk, daar hebben we een. Waar zijn we nu? Daar jij ook? Hartstikke goed. Maar in ieder geval begreep ik dat Anne Fleur en Serie-Marie van het Emmaus College, daar zijn jullie, hebben meegedacht. En jullie hebben een tekening gemaakt. En vertel er eens even iets over. Ja, klopt. We hadden op Emmaus gelezen en we wisten ook dat de eerste, de tweede, de derde, die hebben dan zo'n speciale dag. En ze willen dan meisjes willen ze enthousiast maken voor techniek en dat soort studies. En wel een project. En dat heeft raak met het dakbord. En we moesten een dakbord zelf ontwerpen met 5 ideeën en... Maar het lijkt toch heel erg op hoe het er niet uitziet al, of niet? Ja, het is wel eigen ideeën toegevoegd. Wij hebben bijvoorbeeld een rustig gedeelte dat het doel heeft om ouderen rust te geven en studenten te concentreren. We hebben een algemeen gedeelte om de mensen het park te geven. En we hebben een druk gedeelte om lekker te laten spelen en sporten. Het ziet eruit als een prachtig ontwerp en ik hoop dat voor diegenen die nog aangelegd gaan worden, dat ook een beetje naar jullie ontwerp gekeken gaat worden. Want dat zou wel graag zijn, toch? Of niet? Ja, dat ook wij ook en we gaan alle bewoners die hier nu zijn, plus alle ontwerpers, dus vragen nog eens even goed naar jullie tekening te kijken, oké? Okay? Dank jullie wel. En dan zou ik in ieder geval ook alle leerlingen willen dankjewel zeggen van de Horizon. Nou. Want die hebben iets heel moois gebouwd. Ja, je bent zo vreselijk lang, hè? Die staan er aan, hè? Ja, ik ben zo gewoon heel mooi. Maar u bent geen leerling van de Horizon, of wel? Maar u heeft ze wel meegenomen. Dank jullie wel voor die prachtige boog die jullie gemaakt hebben. En nou ja, dan is het natuurlijk ook wel belangrijk dat we nu ook overgaan tot de echte opening. En dat gaan we daar een week daar mee samen doen. En dat doen we met de bewoners. Dat doen we zo. Ogenblikje nog, wethouder. Ik begrijp het wel, namens Piet Huiskens. We hebben met de bewoners jarenlang gewacht op het park, maar ook meegewerkt aan het park.
Karin vertelde het al, toen ze in stage liep. Ze was al met het gebied bezig. Was jij niet even bang dat je de AOW-rechten... Nee, ik zit niet aan je tasje, hoor. Halen. Oké, meegemaakt. Ik zit niet aan je tasje. Nee, ik dat is het. Maar toch is het uiteindelijk nu klaar. Er is groot nieuws, maar er is ook landelijk nieuws. En landelijk nieuws is wat een aantal landelijke kranten vandaag opschrijven, maar ook eerder, Karin. Heb jij een idee waar ik het over zou kunnen hebben? Ja, landelijk nieuws is eigenlijk dat we zo'n park, een openbaar park, maar dat we daar in Rotterdam van zeggen, we gaan dat niet op de ouderwetse manier beheren, maar we gaan samen met bewoners, samen met de ondernemers die hier onder zitten, samen met misschien scholen of andere instellingen, gaan we dat beheer samen doen. Dus bewoners en ondernemers krijgen een belangrijke rol, dus binnen de overheid. Ja, daar moeten we sowieso naartoe. En er was natuurlijk ook een heel mooi advies. Minder wetten. Die zei, als je dan minder overheid hebt, moet je ook durven loslaten. En regels durven loslaten misschien. En ook dingen op een andere manier durven te doen. Ja, daar gaan we heel hard aan werken in de park. Wethouder, u heeft met uw college de deelgemeenschap afgestapt. Bijna visionair zou ik zeggen. Van een praatdemocratie naar een doemdemocratie. Wat is uw reactie daarop? Is dit een voorbeeld daarvan? Ik vind dit in ieder geval een prachtig project en ik vind het heel erg fijn dat bewoners zo actief betrokken zijn geweest, niet alleen bij het ontwerp, maar zo meteen ook bij het beheren van het park. Want ja, we doen het voor jullie en hoe meer een park eruit ziet zoals jullie het willen, hoe meer het ook een park is waar je zelf lekker aan de slag kan. Want we weten dat ontzettend veel mensen het lekker vinden om een beetje te fronten in de aarde, een moestuin te hebben. Hoe beter het natuurlijk is. Dus wat mij betreft, hoe meer van dit soort projecten in Rotterdam, hoe beter. Maar deze moeten jullie in ieder geval een succes maken. Oké, okay, en wat worden de bewoners daar beter van? We komen nog een keer bij je terug, dat weet ik. Want ze hebben flinke ambitie om het hele park, zeg maar, ook onder hun eigen beheer verder te ontwikkelen. Karin, dankjewel, wethouder. We gaan over tot die groendemocratie. En ik wil de vrijwilligers, de bewoners, er zijn zo'n 20 mensen hier. Dat zijn de buurtouders Dakpark. Even hier naartoe. Waar zijn jullie buurtouders Dakpark? Ik zie ze niet. Ja, buurtouders Dakpark. Jullie zijn vrijwilliger. Helemaal. En wat voor vrijwilliger ben je? De buurtouder. En jij? En wat gaan jullie doen in dat park? Toezichthouder. Kijk, ze komen alle kanten tevoorschijn. Karin, ze hebben zelf, daar weet de gemeente nog niet zoveel van hoor, maar ze hebben zelf al badges gemaakt. Vijf sterren badges, dakpark toezicht. En vanaf 2 uur gaan jullie het park toezicht houden, gastheer zijn. En als symbool wil ik uitnodigen dat jullie hun daarbij de badge uitreikt en dat jullie je hesje aan doen en dat je vanaf nu de komende jaren nogmaals op vrijwillige basis. We krijgen er geen cent voor, maar vinden het hartstikke belangrijk. Waarom vind jij het belangrijk? Veiligheid en zon. En heeft het ook met kinderen te maken misschien? Ja, tuurlijk. We gaan het net zo hier. In dat park. Goed zo, maar we mogen ook nog spelen. Jawel, ja. Oké, we rijden de bandjes uit. Kom maar. Hartelijk gefeliciteerd. En de buurtouders gaan hun park beheren. Er is ook nog een golfclub. Ja, er is ook een club. Alle vrijwilligers krijgen een onderscheiding. Die evenementen gaan organiseren. En er is ook al een stichting Dakpark. Een stichting Dakpark. Die partij is naar de deelgemeente. En ook partij is naar de gemeente en de ondernemers. De stichting Dakpark gaat de samenwerking aan. En als de badges zijn uitgereikt, Karin, nog meer? Dan gaan we die samenwerking bezegelen. En dan ben ik benieuwd naar de ondernemers. De wethouder zei het al, de ondernemers hier op de Nederland Dakpark doen ook mee met het beheer. En ze hebben ook trouwens een grote bijdrage geleverd met overleg, maar ook sponsoring van dit openingsfestijn. Ik heb naast mij hier staan Erik Groene. Erik, wie ben jij?
Voorzitter van 20 jaar. En wat zijn jouw gedachten op dit moment? Ik ben vooral trots als voorbeeld genomen dat wij iets moois hebben neergezet. En ik ben vooral ook heel erg blij dat er nu een doorbraak is naar de bonus achter mij. Hier blijft dat. Ik wil graag kijken. Hier blijft dat. Dus die Tussen de winkels en de wijk hierachter. We moesten tot nu toe proberen. Op zich ben je daar blij mee. En daarom ook de bijdrage aan het feest. Wij willen jou ook uitnodigen om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Tussen jou, jouw organisatie en de bewoners. En daarom heb ik Manon Nagelkerken naast mij staan. Die komt even hier naartoe. Manon, jij bent betrokken bij de stichting, hè? Jij bent al een hele tijd actief. Wat doen ze al voor de dakpark? Ja, ik enthousiasmeer alle mensen, vooral alle mensen die hier vandaag in de museum om het alle prachtige park te gebruiken, te onderhouden. En je gaat samen met de winkel, samen met de deelgemeente en natuurlijk met de centrale stad. Die samenwerking uitdrukken bij de ondertekening, dames en heren, van die samenwerkingsovereenkomst. Daar heb ik een veelstift voor en een overeenkomst. Neem je van mij aan dat wat hierop staat klopt in de zin zoals ik er nu over gesproken heb, Karin. Zou je die over willen gaan tot bezegeling van deze afspraak? Ja, oké. Dames en heren, even een applaus voor de intentie overeenkomst tussen de gemeente, de bewoners. Nou zit je er al vast. En als de laatste handtekening is gezet, Alexandra, zo gaat pas het park open. Dat snap je. En de wethouder heeft namens de gemeente Rotterdam de handtekening gezet. Carly, ik wil je uitnodigen om nu het park echt te openen. Ja, laten we dat eens doen. Laten we eens een paar kinderen laten schrikken. Ik zie dat er inderdaad een element al volop gespeeld wordt. Maar het moet nog wel aan. Wethouder, Karen Beemlaar, mag ik jullie uitnodigen om met z'n drieën met, op de rode knop te drukken. En daarmee gaat het waterelement in beweging. En we wachten voor de foto. Klaar voor de start? Go! Yay! Het water moet even naar boven komen natuurlijk, maar we gaan kijken of hij het gaat doen. Ja hoor, ze zijn begonnen, de fonteinen. Hier bij de tenda. U ziet het, dames en heren, Rotterdam is een mooie buitenwijk van Schiedam. Ja, dames en heren, het pakket is...